We zijn hier op het platform voor de G20-terminal en na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Over een uurtje gaat het eerste vliegtuig hier landen. Zuid-Afrika is het eerste land wat hier te gast is. Ik laat jullie graag zien hoe de aankomst en afhandeling van het eerste vliegtuig zal gaan verlopen. We zijn nu in het Operations Center van Brisbane Airport. Dit is het kloppende hart van de G20-operatie. En van hieruit zullen wij alle aankomsten en vertrekken van alle G20-vluchten gaan organiseren. Vandaag verwachten we 4 staatshoofden en daarnaast nog een aantal support- en backup vliegtuigen. That's the stopping position of the aircraft. There will be a marshaller for marshalling the aircraft. Which door? Lima 1 door or Lima 2 door? 1 and 5. Oké, okay, excellent. So that's the front door, Dave, and the last, the back door. Vrijdag komt het overgrote deel van de staatshoofden aan. Met nog een enkele aankomst op zaterdag. En dan is het voor ons tijd om even uit te rusten en ons voor te bereiden op alle vertrekken van zondag en maandag. Zien jullie een van de parkeerplaatsen die we hebben gereserveerd voor het parkeren van staatsvliegtuigen. Dit is de oude start- en landingsbaan van Brisbane Airport. Op dit moment is het in gebruik als taxibaan. We hebben het nu afgesloten en we hebben deze taxibaan gebruikt voor het parkeren van alle narrowbody, alle wat kleinere vliegtuigen. Do it again, and please invite me. Yeah, absolutely, mate. Yeah.